Fijne mensen. Ik heb een fijne avond gehad. Een weekend een beetje vroeg gevierd. Maar ja, dat moet kunnen. Want als je de hele week zit te wachten totdat het vrijdag is, nou, dan doe je iets fout in je leven. Net Willem-Alexander. Een stukje gekeken. Want dat hij spijt had en bla bla bla. En de NOS zei van. Ja, het is nooit eerder gebeurd. What the fuck, nooit eerder gebeurd. Het Koningshuis vlucht altijd als het moeilijk wordt in Nederland. Daar heb ik er ook bij geschreven. En Paul nu is natuurlijk weer over die framing. En wat doen ze dan zelf? Komen ze bij Willem Engeljaar van de virus waar hij. Dan komen ze daar en dan doen ze daar zo'n vies, sneaky framing muziekje weer onder. Ze doen het gewoon zelf. Mensen zien het. Het is gewoon vreemd. Ze doen het gewoon allemaal zelf. En Trump weer vannacht geweldig in Pennsylvania. Mooi man. En dan begint dat met het Ave Maria. En ja, geweldig gewoon. Dan zie je 2 meter naast hem zo'n klein mannetje. Met een blonde pruik op, een rode stropdas, een pak aan, met zijn moeder op schouders zitten. Geweldig gewoon. Oh ja, wat ik nog wou zeggen. Ik heb gisteren tussen neus en lippen wat doorgezegd over dat press. Servie, ja, ik ken geen Frans, behalve Zutem, trottoir en toilet. Maar dat is een wet van 1666, die is in 1996 van alles bijgeschreven en zo. En dat is een wet die is nog steeds van toepassing. Die hebben ze toen ooit ingevoerd in verband met de Verenigde Oost-Indische Compagnie. In verband met dat die mannen, als die lang op zee waren geweest, dat die, als die thuis kwamen, dat die niet woning en hart kwijt waren. Dat hij nou geen dingen had en dat heeft te maken met eerstgeboren en zo. En ja, ik heb dat het begin maart al op internet gegooid. En anders hebben we een petitie ook gestart in verband met hetgene. Want onze koning is soeverein. We zijn allemaal in feite soeverein. Wie is hij dat hij op de gratie van God de koning is en noem maar op. Bullshit. Maar wat ik dus heb gevonden, een filmpje van 3 jaar geleden. Op uw naam is een geheim bankrekening, is een filmpje. Daar staan ook allemaal links bij. Daar staat ook een link bij van iemand van 10 jaar geleden, van een Amerikaan. Die zegt dat je geboortecertificaat een miljoenen waard is. En dat is zo, mensen. Ik heb onderzoek uit, kijk de filmpjes. Je kunt het IBAN-nummer controleren en dan zie je dat ook. Want. Nou ja, het eerste is in Nederland natuurlijk, dan krijg je 87, dat is ISO-LAN-code en L, en dan krijg je IBAN-controle, 87 dan voor Nederland, BBAN krijg je dan en zo. En dan kun je het checken. Dus doe dat vooral. Volg die links, kijk en zie het. Dat wij, dat ons BSN-nummer, dat vanaf dat we onze geboorte aan worden gegeven in het gemeentehuis, zijn wij slaven van het systeem en wij hebben. Heel veel geld, maar het wordt ons afgenomen door die kut Zurich-tower in Den Haag, waar dat groene fluoriserende koepel op is. Waar ons geld rechtstreeks naar de bank van de Rothschild in Zurich gaat. Maar ja, goed, nog iets anders. Ik ben in een ander boek begonnen, dat heb ik een half jaar geleden ook. Free to Fall van Lauren Miller. En geloof het of niet, dat is van 2014 en het gaat over hoe een lab jouw leven bepaalt. Wat is nou een beetje aan de hand is met die app wat ze gemaakt hebben, want er is een fast forward van de nabije toekomst. Apple en Google zijn vervangen door Gnosis, ontwikkelaars van een lifestyle app die luxe wordt genoemd. Dus dit is van 2014, dus er is een beetje verhaal, er staat een recessie, de kracht van dit verhaal zit er waarschijnlijk in het feit dat het allemaal wel heel erg dicht bij de werkelijkheid komt. En waar zitten we nou in? Het boek van 2014. Dus ja. Maar even te laten zien van hoe de werkelijkheid, hoe eigenlijk, hoe het allemaal vooruit schiet, het is gewoon waarheid. En dit, het gezonde verstand, dat is gewoon over de kader van Wolveren, van Café Welsmaas, die heeft voorwoord geschreven, die heeft volgens mij, is dat ook van hem zijn stichting Gezond Verstand, komt dat van hem zijn hand. Er zijn 1 miljoen exemplaren van verstrekt normaal, 3,60 euro, nou zijn ze allemaal gratis verstrekt geloof ik. Maar lees dit vooral, het gezonde verstand, wat veel van die trollen niet hebben, die allemaal van Mark Rutte geld krijgen om allemaal
desinformatie om op pauze te zetten en noem maar op allemaal. Maar zoek dat zeker op van die wet en het is geen bullshit. Ik heb het begin maar, ik heb een petitie gemaakt, maar mensen lezen niet, mensen gaan niet op onderzoek uit. Want wat die kleine puberbitch van 17 van het Koningshuis op de 18e krijgt, 1,8 miljoen per jaar. Dat is allemaal recht door, nog meer zelfs. Dus ik ga op onderzoek uit. En dan wil ik ook nog meer zeggen. Nou, ik weet het niet. We zoeken het in ieder geval uit. Check dit. En vooral dit blaadje, het gezonde verstand. Want mensen moeten nog meer wakker worden. Het Koningshuis moet van die troon af. De Tweede Kamer moet eruit gehaald worden. Oh ja, dit wil ik nog zeggen. Ja, dit is te mooi om waar te zijn. Ik word dus 21 januari bij ze mij veroordelen voor een tweet wat ik heb gestuurd. Maar alles wat ik gezegd en geschreven heb toen, komt uit, staat in de media nou. Het feit dat Mark Rutte niet meer van zijn huis naar de Tweede Kamer durft te fietsen, staat allemaal in de media nou. Heb ik in een tweet gezegd, jij fietst niet meer van je huis naar de Tweede Kamer. Heb ik in april in die tweet gezet. Dus waar willen ze mij voor gaan veroordelen? Voor het zeggen van de waarheid? Denk het niet. Dus dat is 3 maanden. Dat is even snel gerekend. 7.500 euro. Wat er weer bij Ronnie op de pengenkant komt. En dit is lekker leven. Fuck die uitkering. Doei.